Hier in de speeltuin Noorderkwartier organiseren we voor kinderen uit Leiden-Noord, uit Noorderkwartier, Nieuw-Leiden, allerlei spelletjes. Corona-proof natuurlijk. Ze kunnen door de wijk zelf met een kaart op zoek spelletjes doen en uiteindelijk hier hun spelletjeskaart inleveren. En dan krijgen ze allemaal een ijsje. Met de speelmiddag wil het bestuur speeltuin Noorderkwartier opnieuw op de kaart zetten. Ja, deze speeltuin is echt een mooie plek in Leiden-Noord waar nog niet veel mensen van weten. We willen graag dat deze plek nog veel bekender wordt. De speeltuin is sinds kort ook open op zaterdag. En we willen hier heel veel nieuw leven brouwen, in de brouwerij brengen, activiteiten organiseren. En we hopen vandaag veel nieuwe kinderen in de speeltuin te ontmoeten. De kinderen van Nieuw-Leiden streden tegen elkaar in Oud-Hollandse spellen. Er werd gescoord in de korfbal, gereest in de zak en de blikken vlogen in het rond bij het ballengooien. Voor sommige kinderen was het een koningsdag als altijd. We zijn spulletjes aan het verkopen. Sommige komen daar kinderen langs. We wouden een springkassuur, maar dat is een beetje veel geld. Maar we hebben al best veel verkocht en we hebben ook dingen zelf gemaakt. We hebben ook dingen zelf gemaakt om te verkopen. Dus armbandjes, pompons, allemaal wat daar ligt.